Hey, fijn dat je kijkt. Ik ga in deze video weer een kijkersvraag beantwoorden zonder fluff, zonder bullshit, straight to the point. En wil jij trouwens wekelijks van mij de beste tips ontvangen omtrent je business Of wil je een gratis training over product research inzien van anderhalf uur waarin ik alles, alle ins en outs gedetailleerd uitleg over hoe ik dat proces aanpak? Check dan even de omschrijving om je in te schrijven en voor nu veel kijkplezier. Wat versta je onder een mentorschap? Nou, een mentorschap of, 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 of een coaching. Um, wat ik eronder versta is uh, dat je uh, iemand zoekt die verder is dan jij bent. Uh, uh, ik heb bijvoorbeeld een, 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 een business mentor, maar ik heb ook uh, uh, nu een, 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 een marketing mentor uh, om, om mijn marketing en business vraagstukken bij hun neer te leggen. En dan ga ik met ze sparren. Uh, ik heb wel ideeën in mijn hoofd, van okay, waar ik ongeveer naartoe wil gaan. Uh, en die ideeën wil ik graag of gevalideerd hebben, of geconfronteerd hebben, of uitgedaagd hebben. En daar zijn mentoren um, prima voor, als sparringspanner. En um, dat is ook de rol die ze bij mij innemen. Um, ik ben ook een sparringpartner voor bolverkopers. Dus mensen hebben ideetjes, die komen naar mij toe en die leggen die ideetjes voor. En dan gaan we brainstormen wat de voor- en nadelen zijn. En of er nog andere, um, andere wegen zijn die, um, die je nog niet bedacht hebt. En. En dat zoek ik dus ook in mijn mentoren. Ik, ik wil dat ze mij uitdagen om verder te kijken om nog meer oplossingen te bedenken dan dat ik voorheen voor ogen had. Um, dus dat, dat is voor mij een mentor. Maar je kan ook een, um, je kan ook een um, meer een, een consultantrol aan gaan nemen als je dat wilt. Dus dan krijg je meer informatie. Um, ja, dan ontvang je meer informatie, ben je niet in de sparringsfase, maar de, ja, dan, dan wordt je uh, wordt A tot Z wordt dat voorgekoud voor je. Als je dat wilt, ja, dan, dan zou je daar een consultant voor in kunnen schakelen. Uh, maar in mijn geval liever een mentor die een bewezen track record heeft in het vak waarin ik wil groeien. En in mijn geval is dat business breed, maar ook marketing. En daar heb ik uh, twee verschillende mentoren voor gevonden. Maar voor jou kan dat bijvoorbeeld bol zijn. Ja, je, je zoekt dan een bol uh, iemand op. Uh, ja, een bolmentor die jou verder begeleidt in jouw bolcarrière. Dan zoek je iemand met een bewezen track record, uh, dan zoek je iemand die meerdere mensen begeleid heeft uh, met Social Proof. Uh, vraag ook even de cursisten van die mentor hoe zij of hij um, het, het vond om bij die persoon in mentorschap te gaan, uh, zodat hij jou ook verder kan helpen. Uh, dus dus als je daarna op zoek bent, zijn er volop mensen aanwezig die dat kunnen, uh, maar dat hoeft niet per se mensen te zijn die hun diensten al aanbieden. Je kan ook een, een mentor vinden of, of, een, of een coach vinden door je ogen open te houden, door marktontwikkelingen in de gaten te houden. Uh, als je bijvoorbeeld ziet, waar, waar ik bijvoorbeeld op let, is wanneer er uh, acquisities zijn ontstaan. Tussen twee verschillende e-commerce bedrijven, of wanneer een, een bedrijf geëxit is, uh, verkocht is voor een x-aantal bedrag. Nou, dan ga ik, dan ga ik um, zoeken wie de eigenaar is, wie de oprichter is van dat bedrijf of bedrijven. En dan ga ik hun benaderen of ze openstaan voor een, uh, een, een gesprek. Gewoon een kennismakingsgesprek. En um, als dat lekker klikt, dan kunnen we verder. En, en uiteindelijk, bij de, bij de tweede of derde afspraak, kan je um, vragen of ze openstaan om vaker zulke gesprekken te houden. Dus dan, dan, dan heb je een mentor met een bewezen track record, maar die niet um, anderen al helpen. Dus je krijgt een soort primeur op hun mentorschap. Dus Zo'n benadering kan je um, hanteren. Of er zijn ook marketplaces waar mentoren zich aanmelden. Um, bijvoorbeeld op de Boudoe Marktplaats, daar zijn meerdere coaches. Um, je moet dan wel even uh, achterhalen wat hun track record is. Uh, wie ze nog meer helpen. Ik sta daar bijvoorbeeld ook op. Achter, ik accepteer niet iedereen. Uh, mijn tijd is ook uh, gelimiteerd en beperkt. Uh, maar zo zou ik het dus aanpakken. Of um, een mentor zoeken, um, nou, die zich heeft bewezen, maar die niet per se zijn of haar diensten aanbiedt. Mensen met wie je graag wilt uh, werken of met wie, je, met wie je graag in mentorschap wilt gaan. Of je gaat marketplaces af waar mentoren hun diensten aanbieden. Maar dan check je wel even eerst hun track record. En de manier waarop ze jou helpen is uh, of sparren, uitdagen. Of uh, het, uh, het A tot Z uitkouwen van informatie. Maar dat is meer richting de consultant kant. Dus um, ja, ik hoop dat, dat je vraag beantwoordt. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet in te schrijven voor de nieuwsbrief. En om je in te schrijven voor de gratis product research training van anderhalf uur. Dankjewel, tot de volgende keer.